belangrijk onderdeel van je midlife crisis op orde krijgen, is natuurlijk kijken hoe je vrienden je nieuwe auto beoordelen. Dus even kijken wat Tim ervan vindt. Een rare Tesla, joh. Nou, welkom bij Midlife TV aflevering 2. Ik ga toch niet alleen maar leuke dingen doen. Ik ga ook toegeven aan wat ik al in mijn midlife vlog zei. Of je koopt juist die luxe sportwagen. Want zo'n Ford Focus Station Wagon is leuk. Maar ook niet echt heel sexy natuurlijk. Hè, joh. Ik ga een nieuwe auto kopen. En Linda heeft al net zoveel zin in als ik. Ja, kom mee man. Nieuwe auto. Nou, om een wat betere understanding te hebben van mijn autogeschiedenis. Want ik ga echt een gloednieuwe auto kopen en dat heb ik nog nooit gedaan. Dus laten we eerst eens even kijken naar wat voor auto's ik in mijn autocarrière allemaal al heb gehad. Dus even terug. Dus we gaan nu naar Kimo in de studio. Welkom in de studio en welkom bij Kimo's enorme lijst van voormalige auto's. De lijst is niet heel lang. Ik heb er 7 gehad, denk ik. Goed, we beginnen bij nummer 1 uit 2001. Mijn allereerste auto, die kocht ik in Nieuw-Zeeland. Ik was daar 4 maanden aan het reizen. En toen dacht ik, ja, als je een echte backpackerreis gaat doen, dan neem je een auto met stijl, een sportwagen dus. En ik kwam uit op deze Honda Prelude. Met die koplampjes die zo... gewoon open en dicht konden. Oftewel de Bastian Adriaan auto. Prachtige auto. Werd bekend als de Squeaky Possum, omdat als je het raam elektrisch naar beneden deed, dan piepte en kraakte die. Dat was auto nummer 1. Auto nummer 2 was de Daihatsu Charade. Ik dacht in eerste instantie dat het de Daihatsu Glamidia heette, maar dat zou een beetje raar zijn om een auto naar een kamerplant te vernoemen natuurlijk. Hij was rood, hij was klein en hij slurpte 1 liter olie per 1000 kilometer. Geen verrassing, die heeft de eerste APK niet overleefd. Daarna kwam volgens mij de Nissan Sunny. Die was gratis, want die kreeg ik van Anton omdat hij een jaar ging reizen. Maar hij heeft op mijn naam gestaan, dus hij is van mij geweest. Ja, eigenlijk gewoon een prima auto, hatchback, lekker, ruimte, ideaal mee gekampeerd. Enige nadeel was misschien zijn groene kleur. Jazeker, een Fiat 500. Maar dan uit de jaren 90, denk ik, of begin 21ste eeuw. Klein, zwart, echt een koekblik. Gewoon van metaal en verder niet 4 wielen op de hoeken en klaar was je. Wat ging daarmee fout? Ja, APK nummer 2 was die gewoon klaar, was die overleden. Ford Taurus, een Australische auto. Ik heb dus in totaal zelfs 2 auto's gehad. Wat dan heet een right-hand drive, omdat je in Australië en Nieuw-Zeeland links rijdt. Ja, die Taurus die was mega groot, een 4 liter 6 cilinder, echt een kracht zat erin, jongen. Hij slurpte ook benzine als een malle natuurlijk. Een van de problemen was ook dat hij enorm snel oververhit raakte. De koeling werkte niet meer lekker. Dus tip, als je auto oververhit raakt, dan moet je de verwarming echt op maximaal zetten, want dan kan dus de hitte van de motor kan die dan kwijt. Wat hadden we daarna? Oh ja, de shared ownership met mijn vader, de Peugeot partner. Nou echt, die is zijn gewicht in goud waard geweest. Wat daar allemaal mee is vervoerd, vakanties naar Frankrijk. De hele inboedels zijn erin verdwenen. Nou niet verdwenen, zijn er mee vervoerd met verhuizingen en zo. Totdat helaas de dynamo ermee stopte. Ja, toen was die economisch niet meer interessant. Wat hebben we gehad na de Peugeot partner? Ja, natuurlijk, de Ford Focus. De Ford Focus die jullie nog wel kennen van deze video. Ja, en eigenlijk was dat een hele fijne, prettige wagen. Heel veel ruimte, deed het goed, weinig onderhoud nodig. Elke APK was het gewoon flying colors. Eigenlijk had hij helemaal niet weggehoeven. Weet je man. Die reed gewoon super lekker. De Silver Bullet, zoals die ook wel genoemd werd. Overigens, de Ford Focus heb ik zelf niet verkocht, maar ik ruil hem in. En dat betekent dat je hem nu gewoon voor dezelfde prijs waar ik hem voor aanbied bij een dealer kan kopen. Ik zal de link onderin zetten als je nog steeds daarin geïnteresseerd bent.
Nou, terug naar jou, Kimo en ook Linda. We zijn heel benieuwd welke auto jij nu aan het ophalen bent. Weet je, dat is alsof ik ga trouwen, Lien. Het zal maar gewoon... Kijk, dan heb ik hier het tenaamstellingverslag. Die ken je. Ja, moet ik bewaren zeker. Goed bewaren. Ja. Ja. Dat zijn de sleutels, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dat is hem. De nieuwe patserwagen. En het mooie is dat... ik weet het gewoon. Ik heb nog nooit een nieuwe auto gekocht en dit is hem. Ik ben er nu nog heel tevreden mee. Nou, het is een super vette bak. En ik heb hem gelukkig hier neer kunnen zetten op de plek van Antoine. Want dan kan ik hem gewoon vanuit mijn eigen huis bewonderen. En hij gaat ook nergens anders heen, Antoine. Zo vet. Van boven is hij ook super cool. Echt zo vet. Midlife crisis, hè? Dan doe je dat soort dingen. Maar ik zal TZT zal ik ook een update vlog maken van hoe die nou bevalt en zo. En ik zal jullie ook in de vlog laten zien wat voor foefjes en trucjes en mooie dingen er zijn. En wat nou de redenen zijn geweest voor mij om hem te kopen. Behalve dat hij er dus gewoon super vet uitziet.